Like de video voor extra geluk. Ik heb geen idee waar ik ben, maar volgens mij ben ik niet alleen. Oh man, waar leidt dit naartoe? Er zijn pijlen. Oké, wacht even. Oh. Wat? Oh man, waarom zou je stoelen in de lava leggen? Dan heb je een warme bil. Oh, ik zie het al. We gaan naar binnen. Bij de Garden of Banban. En wat is dit? Jumbo Josh? Die wil ik niet. De Garden of Banban. Ik heb het spel nog steeds niet gespeeld. Maar heeft te maken met speelgoed wat tot leven komt. Volgens mij. Soort van. En ik word erdoor opgegeten. Oh man. Oh, dat is eigenlijk een best wel mooi uitzicht. Oké, we gaan naar binnen. En dat betekent helemaal niks. En natuurlijk is Jumbo Josh groen. En dat merk je, want... heel veel groen. De karakters die ik ken zijn Jumbo Josh, Banban, Banbalina en dan heb je Opal volgens mij. Dat is die rare vogel. Letterlijk, het is een vogel. En die is raar. Ik weet niet waarom ik de Garden of Banban nog niet heb gespeeld. Waarschijnlijk omdat het me gewoon te veel deed denken aan Poppy Playtime. En ik heb Poppy Playtime gespeeld. Vaak gespeeld. Waarschijnlijk te vaak gespeeld. Kijk, dit is Opila. Dit is Banbalina. Dit is Jumbo Josh. En dit is Banban. Want het is de Garden of Banban. Ik ben wel echt super benieuwd hoeveel levels dit heeft. Er stond namelijk in de beschrijving van deze obby dat minder dan 0,5% het haalt. Oké. Oh nee. Oké, is het roze of groen? Jumbo Josh is groen, dus dat is de juiste keuze. Minder dan 0,5%. Dat is niet zoveel. Dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Misschien waren mensen te bang. Misschien vonden mensen het saai. Of misschien is het gewoon super lastig. Nou, saai is het niet, want ik ben net opgegeten. En lastig is het ook niet echt. Dus bang. Zou dat kunnen? Ik bedoel, we zijn al bij... hey, Banbalina. We zijn al bij level 23. Oh, de ventilatieschacht. Dat is nooit goed in de buurt van creepypasta's. We gaan de hoek om. En we gaan er doorheen. Oh my gosh. Oké, volgens mij weet ik al waar we zijn. We zijn in het gedeelte waar Opal de vogel is. Oh nee, Opal. Zeg ik Opal? Het is Opila. Sorry. Het is wel duidelijk. Ik heb het spel niet gespeeld. Opila. Oké, dat is de naam van de vogel. Hey, hallo speler. Zullen we haar proberen in te halen? Maar wacht even. Er staat toch echt dat we met een pijl hier naar beneden moeten? Oh nee. Daar hebben we Captain Fiddles. Met zijn twee grote tanden. Laten we gewoon weggaan. Stel voor er zou een creepypasta school zijn. Welke creepypasta zou het slimst zijn? Ik bedoel, Jumbo Josh heeft een groot hoofd. Dus misschien ook wel een groot brein. Oeh, deze trap ziet er oud en versleten uit. Wat is dit? We kunnen een zwaard kopen. Dat is het duurste zwaard ever. En ik heb ook geen idee waarom we die zouden willen hebben. Oh, wacht, we moeten hier overheen. Oh, Pila de vogel. Het is een robotvogel. Dat is raar. Oké, daar gaan we. Over de lasers heen. In de kleuren van elk karakter. Over Banban gesproken. Wacht, mag ik de grond niet aanraken? Oh nee, word ik opgegeten door Banban? Serieus, ik ben vandaag al opgegeten. Oké. Het is een opetende dag. Oh man, moet je kijken. Hij heeft ook gewoon tanden op zijn tong. Zo van, hey, stel voor ik heb te weinig gekauwd. Dan kauwt mijn tong nog wel even. Oké, we moeten over deze dozen heen springen. Oké, bureaustoel. Serieus, Banban? Je hebt een bureaustoel gegeten. Waar smaakte het naar? Oh, oké, we gaan naar boven toe. En dan moeten we heel goed oppassen dat we niet geraakt worden door de deur. Oh, en ik haal. En dan moeten we nu door de ventilatie heen. Zoveel ventilaties. Maar er is geen ventilatie. Oh, ik heb geen idee hoe dit gaat eindigen. Maar iets in mij zegt slecht. Heel slecht. Oh, serieus? Weer een ventilatieschacht? Ja, natuurlijk. Want we hebben er nog geen 40 gezien. De enige die ik nog niet heb gezien trouwens is Banbalina. Maar die gaan we denk ik nog wel tegenkomen. Is dat een oog? Zijn dat ogen of zijn dat lampen? Dat moment dat je zoveel creepypasta spelletjes hebt gespeeld. Dat je het verschil tussen ogen en lampen niet meer ziet. Volgens mij zijn het lampen. Maar ze zien eruit als ogen. Ooglampen. Ze kijken en geven licht. Ik let er niet op. Hier hebben we lava. Daar springen we overheen. Hey, Banban. Leuk om je te zien. Voor een seconde. Want ik ga er weer vandoor. Hey, kijk, de schoolbus. Ik weet niet wat ik enger vind. School of the Garden of Banban. Nee, oké. De Garden of Banban is denk ik wel iets eng. Tenzij we wiskunde krijgen. Oh, wacht, hebben we het nou gehaald? Ik weet het niet. Ja, we hebben het gehaald. Krijgen we deze dan nu gratis? Serieus, ik moet er alsnog voor betalen. Waarom zou ik dat willen als ik het spel heb gehaald? Ik wil op de stoel zitten. We spelen een ander spel waarbij we een vierkantje zijn. En grotere vierkantjes moeten opeten. De wereld is vierkant. Oké, dus we moeten gewoon proberen groter te worden. Wacht, kunnen we elk vierkantje pakken? Of moet die per se kleiner zijn dan ons? Oh, dat zijn pittig grote vierkantjes. Oké, volgens mij kunnen we vals spelen. Als je me kent, dan weet je dat ik hou van vals spelen. Oh nee. Oh nee, er zit een mega vierkant achter mij aan. Oké, ik kan mezelf groter maken. Oh, hij gaat me hebben, denk ik, of niet? Wat, ik kan iedereen inmaken, staat er. Voor 600 Robux. Wacht, misschien als ik snel genoeg ben dat ik dat grote vierkant achter mij kan inmaken. Snel, snel. Oeh, het is gelukt. Ik ben een vals speler. Oké, dus dat was eigenlijk best wel gemeen. Je moet je voorstellen, die speler die mij net wou inmaken speelt misschien al uren. Dagen, maanden, jaren. Oké, dat waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk een paar minuten, maar toch. Oh, wij kunnen iemand inmaken. Ja, ja. Oh, ik heb hem. Ik heb hem ingemaakt. Ja, dat is best wel leuk. Maar we kunnen dus ook verschillende kleuren kiezen, of niet? Oh, natuurlijk kost het weer Robux. Ja, nou ja, oké dan. Ah, en als ik er dan op klik, word ik een andere kleur. Ik wil groen zijn. Ah, geel is ook goed. Oh, ik ben groen. Oeh, en hier hebben we alle skins. Ik wil deze wel hebben. Kijk, nu ben ik een ijsje. Ik vind het eigenlijk best wel jammer dat ik iedereen heb ingemaakt. Er is nu niet echt meer een uitdaging. Oh, wacht. Ik zie daar iemand. Oké, volgens mij kunnen we die wel hebben. Ah, we kunnen onszelf een titel geven. Noob, goed, pro, held. Ik wil noob zijn. Kijk, ik ben een noob. Oké, die persoon die komt op mij af en wil mij waarschijnlijk inmaken. Maar ik koop er heel snel
snel 500 grote bij. Waardoor we hem waarschijnlijk kunnen inmaken. Moet je opletten. 3, 2, 1. Oh, 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 wat slim. Zag je wat ik deed? Dat is zo gemeen. Oké, ik ben echt duidelijk aan het winnen omdat ik vals speel. Oh nee, waar ben ik nu? Doe de deur open. Ik heb hier een slecht gevoel bij, weet je dat? Volgens mij zijn we hier niet alleen. Kan deze deur ook open? Ja hoor. Oh, kijk, het zijn koekjes. Oh. Give me them cookies back. Nee. Nee. Echt niet hoor. Niet vandaag. Misschien morgen. Kijk wel even. Ik snap het al. We hebben een sleutel nodig. Ah, kijk, daar is de sleutel. En daar is de oma. Oh nee. Oké, ik heb de sleutel. Nu moeten we heel snel hier doorheen. Oh nee. Hoe kan een oma nou weer zo snel zijn? Je bent een super oma. 3, 2, 1. En we zijn binnen. Oh man, dit ziet er gevaarlijk uit. Nogmaals, ik heb deze hobby eerder gespeeld. Maar ik wil kijken of ik mijn vorige record kan verbreken. Net zoals die plank, die brok ook. Oké, hier naar boven toe, rustig aan. Hier overheen, hier naartoe, hier op, hier overheen. Ik weet niet hoor, maar dat is niet zo veilig. Oh man, wie heeft dit nou weer op zolder liggen? Dat zijn grote muizen die hier rondlopen. Oké, hier moeten we ook heel goed oppassen. Joop, waarom? Omdat ik wil blijven leven. Oké, hier moeten we doorheen en dan hebben we denk ik... Give me the cookies back. Wat? Ik hoorde weer. Ze zei, geef me de koekjes terug. Ze liep letterlijk over iemand heen trouwens. Zag je dat? Nee, nee, nee. Dit is echt zo'n hobby die je in 5 minuten kunt halen of in 50. Het hangt er vanaf hoe pro je bent. Ja, ik ga er waarschijnlijk een uur over doen. Voorzichtig. Dat is echt zoiets typisch wat je dan zegt als je dit speelt. Hè? Voorzichtig. Ja, natuurlijk Job. En hoef je echt niet te zeggen. We snappen dat als je naar beneden kunt vallen, dat je voorzichtig bent. Dat is een irritant geluid. Ik loop via de trapleuning, want ik ben een waaghals. En als ik dan val, dan ga ik huilen. En dan ben ik minder stoer. Stel voor, je zou dingen in het echt doen die je in Roblox doet. En je zou dus letterlijk ergens overheen lopen via de trapleuning. Oh nee, ik snap het al. Oh nee, we worden achterna gezeten. Oh, wie ben jij? Wie ben jij? Ik bedoel, ik snap dat je mijn brein wil eten en zo. Maar kun je je niet eerst even voorstellen? Mijn naam is Job. Oh, nee. Ik bedoel, is goed hoor. Oké, volgens mij zit ze weer achter ons aan. Ik weet alleen niet, waar is ze dan? Kunnen we hier doorheen? Oh nee. Oh, ze is daar. Echt even serieus hoor. Ze is zo mega snel. Ik vind alleen dat gepiep een beetje irritant. Volgens mij moeten we hier doorheen. Oh man, zoveel parcours. Job, het is een hobby. Is dat niet logisch? Nee. Nee, nee, oké, je hebt gelijk. Het is een hobby. En dat betekent dus ook gewoon een hoop parcours. Oeh, hier naar boven toe. Sesam, open nu. Ik ben een pro. Oh, dat meen je niet. Wat? Waar is zij dan? Ik dacht dat dit een battle ging zijn. Dit is eigenlijk best wel grappig. We zitten gewoon in een soort van ding te parcouren. En we zijn snel. Oké, volgens mij zijn we er al. Let's go. Oh nee, nog niet. Spring. Even gaan en spring. Spring, spring. Oh man, dit duurt langer dan ik dacht. En let's go. Plons. Oh, dit is lastig, dude. Ik heb geen oma-rijbewijs. Oké, volgens mij zijn we er nu. Iets in mij zegt dat we nog niet van die oma af zijn. Oké, dus ik denk dat ik hem begrijp. Ik moet heel snel ergens in gaan staan. Oh, ga ik dit wel halen? Ga ik dit halen? Ik ga het halen. En dan is dit het laatste stukje, denk ik. Deur open, dankjewel. Oh, daar is de winners room. Oh, wacht even. Dat betekent meestal een eindbattle. Een battle. Aan het einde. Oké, daar gaan we. Waar is de oma? Oh, daar is ze. Wegwezen. Er zijn een hele hoop oma's en ze zijn niet lief. Ze willen niet in mijn wangen knijpen. Ze willen me vermalen tot een koekje. Daar is er nog één. Daar is er nog één. Daar is er nog één. Oma's nog aan toe. Let's go. Oh, wacht. Ik kan een gratis koekje eten. En ik kan mezelf veranderen in deze politieagent. Wat een topdag. Abonneer voor meer. En adios.